We komen al met een fel uitgedunde kern naar hier, met een heel jong team. Ja, dan slik je na 13, 14 minuten een rode kaart. Ik moet het zelf een keer zien, volgens mijn assistenten en de mensen bij mij in de dugout. Ja, oké, was het misschien een gele kaart ook op zijn plaats geweest. Dan hebben we natuurlijk de grote pech dat die één zo snel en zo vroeg in de wedstrijd valt. En twee, dat die bal nog gedivieerd wordt en dat die dan ook nog binnen gaat natuurlijk. Anders kan je nog een beetje een organisatie zetten en dan is het 0-0. En dan moet je natuurlijk fel aan de bak. Nog 75 minuten, maar nu zat ja, eigenlijk alle wedstrijdomstandigheden zaten tegen en alles wat kon tegenvallen viel ook tegen de eerste helft. Ons doel was om echt die nul te houden, de tweede helft, dat nu met 10 was of niet. En daar zijn we in geslaagd, we hebben de nul gehouden, de tweede helft, iedereen heeft heel hard geknokt, veel gelopen, veel loopwerk bij, elkaar coachen en voor die tweede helft chapeau aan de ploeg. Oui, c'était un très bon match. On a bien commencé le match. Genk aussi, après 5-10 minutes, sont rentrés aussi dans le match. Bon, on a eu ce carton rouge pour nous. Donc, il y a un joueur qui était expulsé chez eux. Donc, le match était beaucoup plus facile pour nous. Et sur la faute, il y a eu 1-0. Mais bon, voilà. Après, je pense que dans le jeu, la victoire, elle est largement méritée. 4-1. J'ai demandé à la mi-temps à l'équipe de jouer intelligemment, de faire circuler le ballon, de jouer en conservation du ballon. 4-1, le score était acquis et après ce qu'on venait de faire, il fallait plutôt gérer intelligemment la fin de match. Het was in het begin een beetje een verrassing, omdat ik het niet had aanzien komen dat ze uit ging vallen. En na een tijdje op het veld te staan, werd het een beetje makkelijker. Want je hebt je niet veel aangetrokken, hè? Je hebt een schitterende wedstrijd gespeeld. Dank je wel. Hoe was het om voor de eerste maal en dan tegen Racing Genk de lijn te moeten afgaan telkens weer? Heel fijn. In het begin een beetje moeilijk, maar na een tijdje kwam ik er wel in.